Dank u wel, voorzitter. En ik zal ook namens mijn collega's van VVD en PvdA nu in tweede termijn het woord voeren. We hebben een aantal reacties allereerst op de beantwoording van de portefeuillehouding. Enerzijds verbaast het ons dat we maar voortdurend uit blijven gaan van de cijfers uit 2008. De portefeuillehouder heeft het wel over het verkeer is misschien nu ietsje minder door de economische crisis. Maar het is niet alleen de economische crisis. Verkeersintensiteiten zijn ook gewoon veranderd omdat er andere verkeerspatronen zijn. Wat ons heel erg opvalt in de beantwoording is dat blijkbaar de ziekte van een ambtenaar een grote impact kan hebben op de informatievoorziening naar de raad. Iets waar wij toch wel vraagtekens bij hebben en dat betreuren wij zeer. Een conclusie die we moeten trekken is dat blijkbaar de voorganger van de huidige portefeuillehouder niet op de hoogte was van de actuele stand van zaken op 22 april toen de toezegging werd gedaan dat wij als raad nog konden ingrijpen. Bijzonder betreurenswaardig en wat vooral betreurenswaardig is, is het feit dat dat niet gecorrigeerd is, die informatie. Want wij nemen aan dat tussen 22 april en nu er op enig moment wel heel erg duidelijk was dat het niet meer mogelijk was om in te grijpen als raad. Terwijl ook bekend was dat deze toezegging was gedaan. Dus die correctie hadden wij veel liever gezien. En als we dan kijken naar het mobiliteitsplan waar nu telkens naar verwezen wordt. Het mobiliteitsplan was ongeveer heilig verklaard, lijkt het wel. Het mobiliteitsplan is er in onderdelen opgesteld. Enerzijds het totale mobiliteitsplan wat wij ter kennisgeving aannemen. En daarnaast is het de uitvoeringsparagraaf die wij daadwerkelijk aannemen. En daar stond dit niet exact in omschreven. Net als in de begroting nog perspectiefnota van vorig jaar. Dus uiteindelijk hebben wij dit als raad niet expliciet vastgesteld. Maar laten we dan kijken naar wat er nog meer in het mobiliteitsplan staat. Want als blijkbaar dat allemaal is aangenomen en we dat allemaal gaan uitvoeren. Dan willen wij ook vragen waar de afslag naar het Hulsbeek blijft op deze plek. En wanneer alle andere wensen in het mobiliteitsplan uitgevoerd gaan worden. Want ja, we hebben al wel vaker als raad wensen. Daarnaast, we maken als raad vaker budgetten vrij voor iets, maar voordat budget en wens bij elkaar komen, hebben wij vaak nog over het algemeen als raad in ieder geval de mogelijkheid om iets over de oplossingsrichting te vinden. En die mogelijkheid hebben wij nu gewoon niet gehad in onze ogen. Deze hele gang van zaken betreurt ons dusdanig dat wij hebben besloten om met een motie van treurnis te komen. En ondanks het... hij is dusdanig kort, meneer de voorzitter, dat ik hem in zijn geheel zou voorlezen. Voor deze keer geef ik u daar gelegenheid voor. De raad van de gemeente onderzoekvergadering bijeen. Overwegende dat de communicatie van het college met de raad aangaande de aanpassing van de rotonde N342 Hazewinkelweg tot een kruispunt met verkeerslichten niet tijdig en volledig is geweest. De noodzaak van deze aanpassing onvoldoende is aangetoond. Spreekt uit te betreuren dat het college de raad niet tijdig en volledig heeft geïnformeerd over de plannen om de rotonde N342 Hazewinkelweg aan te passen, waardoor de raad geen mogelijkheid heeft gehad mee te denken en te beslissen over de noodzaak van de aanpassing en de gewenste oplossingsrichting en gaat over tot de orde van de dag. En tot zover de inbreng.